Hallo, welkom terug bij mijn kanaal. Vandaag wil ik jullie een nieuw boek laten zien van Musc Creatief in de serie Mythografie. En deze is Wereldreis. Een mooie gekleurde kaft met goudfolie erop. Achterkant van het boek. Boeken in de serie die zijn allemaal een beetje in dezelfde look. Het is een vierkant boek van 25 bij 25 centimeter. Het is geen harde kaft, maar wel lekker stevig. De eerste pagina, de titelpagina, is hetzelfde als die van de cover. En dan ga je gelijk in het boek. Wit papier. Niet al te dun. Volgens mij hetzelfde als in Wilde Winter. En Paradijs. Andere die ik heb. Ja, Paradijs volgens mij. Ik ben altijd wel blij met zo'n kader. Ik ben niet zo'n groot fan van als ze de tekeningen helemaal tot de rand. Ik vind dat altijd heel lastig kleuren. Maar dat ben ik. Zo, vind ik wel een hele mooie tekening trouwens. Niet te vol. Je kan wel een beetje zien wat wat is. Het zijn echt hele fantasievolle tekeningen. Sommige heel veel priegeldetails. Zoals hier al die steentjes. En andere wat minder. Dus ja, dit is eigenlijk voor iedereen wat. Sommige heel druk, heel vol. En zoals deze wat leger, zal ik maar zeggen. Kikkers. En ook die cirkels, die komen altijd weer terug. En deze is dus weer wat meer bewerkelijk, wat voller. Een soort origami vogels. Echt heel veel kleine detailjes in. Deze is ook behoorlijk vol. Lijkt wel onder water met een oude spoorlijn. Een klok. Je zou bijna zeggen een beetje steampunk met al die wieltjes en dingen, radertjes. Theepot, borden. Je zou bijna denken aan de afwas. Alleen dan die waterplanten, waterlelies en die bladeren. Dat maakt het dan weer heel anders. Hier zelfs de label van een theezakje. Dit, ja, vosje. Heeft sigaretten in een theekopje. Dat is ook wel een hele bijzondere. Want hier gaat hij erdoor en hier komt hij er weer uit. Ook weer die cirkels. Die vind ik ook echt wel heel mooi. Met die vogeltjes. En dan, de vogeltjes zijn daar buiten en zij. Ze heeft ook wel vleugels, maar zij zit in de kooi. En ze wil graag eruit naar de vogeltjes. En hier zit hij in het huisje. Een hele drukke plaat met ja, eigenlijk een bos bloemen die als ballon fungeren. Veel dingen met water en vissen. En dit is ook een soort bootje. Ook een soort van een insect. En dan een soort van kerstlampjes. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. De bomen komen uit die picknicktas.
En zij zit dan op dat picknickkleed uit dat huisje te vissen. Een stukje varen. Leuk met die kat hier. Je moet altijd wel heel goed kijken, anders dan mis je dingen. Tenminste, dat heb ik. Dit is een soort kabelbaan, maar dan met bijen. Of wespen. Die vliegen die dingen rond. En hier is het station. En hier is de halte. Een soort draak. Het doet me een beetje denken aan die film van The Never Ending Story. Ook zo'n jongetje op zo'n groot beest. Een soort van een aquaduct. Die vissen die zwemmen daar allemaal naar boven. En zij zitten in een bootje. Een kompas met vlinders. Dit is meer een soort van droom. Zij ligt in bed. En dit gebeurt er allemaal omheen. Dus ik denk dat ze, ja, dat ze dat droomt. Weer een boot. Allemaal roggen. Het lijkt wel vuurwerk in de lucht. Huis op een boot met een waterrad en een sterrenkijkding aan de bovenkant. De insecten zijn allemaal uitgelicht in de cirkels. Een stukje van het oude Egypte. Dit zal wel een sphinx moeten voorstellen, denk ik. Weet ik niet zeker. Hij heeft een helm op met allemaal bloemen erin. Een soort lekker land. Donuts, ijs, cupcake, lollies, chocola, snoepjes. Ook weer zo onder water. Dus veel onder water heb ik het idee. Ik heb het idee dat zij zit in een soort fles met een kurk in het water. Hier zijn dan nog plantjes en een bootje. En dan dit is het water eromheen. Wat schilderen. Een achtbaan. Dit zijn de zitjes. Hij gaat net over de kop in de achtbaan. Een soort pompoenplant. Slapende kat. Onder water. Octopus.
plus in de lucht. Hij heeft al sterren bij zich. Een soort vliegvest. Bloemetjes wat huisjes zijn. Zijn bed drijft in het water. Heel veel fantasie deze meneer. Vleesetende plantjes. Een soort mechanische vliegboot. Een pad dat gaat door een draaikolk zo naar een stadje. Alleen dan vis en schildpadden. Weer zo'n mechanisch vliegtuig. Beetje steampunk. Aan de wandelen. Diverse dingen, like Eiffeltoren. Gaat er met een bootje onder een brug door. De zwanen trekken het schoenhuis voor van de muzikant. Of is die over een trein vliegt. Mooi zonnebloem. Want die loopt. Je houdt dit vast. Een raket. Ballerina in een kootje. Met allemaal bloemen en vogels. Dit is de laatste volgens mij. Ja. Zo, dat is de laatste. Zo. Nieuw vlog bij Mus. Mus is een onderdeel van BBNC. Ik hoop dat jullie het een leuke flip toe vonden. Dank je voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Dag!